Jantje, die luisterde altijd heel erg goed naar zijn moeder. En vlakbij Jantje, het huis van zijn moeder, was een drukke verkeersweg. En zijn moeder die ging heel erg streng doen tegen Jantje, dus Jantje ging gelijk heel goed luisteren. En zijn moeder zei tegen hem van, ja jongen, wij rijden hier in Nederland, is het dan, hè, niet in Brittannië, aan de rechterkant van de weg. Dus jij kijkt eerst naar links, dan kijk je nog een keer naar rechts, dan kijk je nog een keer naar links en dan steek je pas over. En Jantje die was helemaal stijf van, die geloofde gelijk dat zijn moeder helemaal gelijk had. Hè. Dus, hij zei, natuurlijk, ja, je moet er geen centijoter tegen inbrengen. Hè. Centijota, dat is een Joodse eenheidsmaat. Centijota. En ja, dat ging prima. Nou, en er was Jantje, die wilde dus op een gegeven moment naar de overkant van de weg. Dus die ging gewoon lekker naar de overkant van de weg. En die stond aan de andere kant. En dus onze moeder aan de andere kant van de weg, die stond te schreeuwen, weet je wel. Oh. En hij dus terug naar zijn moeder van, wat heb je dan te vertellen? Nou, zei zijn moeder, ik heb je toch gezegd dat je goed op moet letten. Eerst naar links kijken, dan naar rechts kijken, dan naar links kijken en niet gelijk oversteken. En jij holde gewoon de weg over. En Jantje zo heel bedremmeld, hè? Van, ja, moeder, ik heb ontzettend goed gekeken. Ik zag je gewoon niet aankomen. Maar ik was echt heel goed aan het kijken of jij er niet aankwam.